Je organiseert dus CEO op Scheveningen, maar je bent ook directeur van Rederij Bark Europa. Klopt, ja. Ik ben inderdaad, dat is eigenlijk mijn voornaamste taak. CEO op Scheveningen zit er een beetje bij. Als directeur van de rederij zorgen we dat het schip in de vaart blijft. Want het schip is van 1911, dus is ondertussen 108 jaar oud. Dus wat we doen is eigenlijk de verkoop van droomreizen en daarmee halen we weer geld op waarmee het schip eigenlijk gewoon in de vaart houden. Alleen wij gaan over de hele wereld gaan we ook naar al diverse sail-evenementen. Zo bijvoorbeeld Amsterdam zijn we wel geweest, maar ook in Amerika. En nu wilden ze een keertje in onze eigen haven halen. Maar je zegt droomreizen, dat wil zeggen dat ik kan een ticket boeken om mee te varen? Klopt. Maar moet ik dan ook zoveel doen? Moet je wel wat doen, ja. Het is geen cruise. Nee, omdat je net zei een droomreis. dat is er nog zeker. Nee, het is heerlijk juist om, als je bijvoorbeeld een lange oceaanoversteek hebt. Of bij ons schip gaat ook veel naar Antarctica. En als jij dan in je eentje daar in de nacht staat, aan het roer. De rest is allemaal aan het slapen en jij bent dat schip naar de overkant aan het varen. Mensen leren ook hoe ze moeten zeilen, ze mogen klimmen. Ik blijf liever gewoon aan dek, want ik heb hoogtevrees. Maar het is voor mensen inderdaad heel vaak een unieke ervaring wat je doet. En iedereen kan mee, ook zo meteen van Rouen naar Scheveningen. Kan iedereen meevaren. Maar even hoor, want dan sta ik midden in de nacht. Ja. In mijn eentje. Nou, aan het roer. Ja. Denk je dat het goed gaat? Nou, ik weet niet eens hoe ik moet navigeren op de sterren of zo. Of? Nee, we hebben inderdaad wel professionele apparatuur. De schepen zijn oud, maar ondertussen zijn er wel inderdaad moderne eisen. En je hebt ook een vaste bemanning die jou gewoon gaat opleiden. En de bemanning is ook altijd erbij, dus je bent nooit alleen. Maar het gevoel heb je soms wel dat je daar in je eentje staat. Maar lijkt je dat wat? Ja, maar hoe lang ben je dan onderweg? Het kan heel verschillend. Drie maanden. Nee, je hebt reisjes van een week, maar je hebt inderdaad ook mensen die 3 maanden mee aan boord gaan. Wow. Of onze reizen naar Antarctica zijn, de kortste is 22 dagen. Wauw. Maar en hoeveel mensen mogen mee aan boord? Dat verschilt per schip, maar bij ons zijn er 48 gasten en 16 bemanningsleden. Dus in totaal ben je met 64 personen aan boord. Ja, het is al met al natuurlijk wel echt wel fascinerend. En we hebben ook beelden van de Bark Europa. Nou, je krijgt er wel zin in zo, hè? Ja, dat hoop ik inderdaad dat mensen graag mee willen. Ja. Deze komt natuurlijk ook op Scheveningen. Ja, klopt. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Ik denk toch wel naar de sail in. Dus als de schepen allemaal binnen komen varen. Ja. Dat is voor mij altijd wel dat moment. Had ik ook een paar jaar geleden, deden we een wereldreis. En in Sydney was ik heel druk bezig geweest met alles organiseren. Nou, nachtenlang ernaar wakker, omdat je natuurlijk met verschillende tijdzones zit. Maar uiteindelijk kwamen ze in Sydney, kwamen de schepen binnen, de Bark Europa en nog 2 andere Nederlandse schepen. Ja, dat voelt een beetje alsof je kindjes binnenkomen. En dat is ook in Scheveningen. Je bent nu ook zo druk bezig met de voorbereiding voor het evenement. En je eigen schip komt binnen, maar ook we hebben zoveel andere schepen die meekomen. Dus inderdaad van Brazilië, uit Mexico, hele mooie replica's ook uit Frankrijk en uit Spanje. En als die schepen allemaal binnenkomen varen, dat is altijd zo'n intens moment. Majestueus ook wel, hè? Ja.